Dario, 2-2 gelijkspel tegen Utrecht. Is dat een goed begin van dit seizoen? Als je het in de rust bekijkt, niet. Maar achteraf denk ik dat je daar vooraf tevreden mee kan zijn. Maar achteraf, ja, gemengde gevoelens bij mij. Ik denk dat het heel zuur is, de manier waarop. Omdat je ook nog de 3-0 kan maken, zei ik net. En ook de 3-1, kansen daarop. Maar ja, al bij al een punt thuis tegen Utrecht. De kwaliteit die zij hebben, kan ik op zich aan het einde mee leven. Maar op zich, de gemengde gevoelens blijven wel overheersen, momenteel. Het was een wedstrijd denk ik, met twee verschillende helften. Ja, nee, goed. Maar je weet, de kwaliteiten die zij hebben, dat je dat ziet, tweede helft. Dat ze moesten iets gaan veranderen en dat heb je ook gezien. Maar goed, alsnog, ik heb net ook aangegeven dat wij heel weinig weggaven, buiten twee goals dan. Voor de rest geven we heel weinig grote kansen, niet veel grote kansen weg. En ja, dat is onze sterkte ook. En, maar goed, nee, wat je zegt, eerst waren we meer dominanter aan de bal, hadden we meer de bal. En daar hebben we de tweede helft wat nagelaten. Maar alsnog zeker hebben we een paar keer gevaarlijk kunnen uitkomen. En, maar we hadden nog iets zorgvuldiger kunnen zijn, denk ik, in de eindfase. Was het verrassend dat je de eerste helft zo dominant was tegen Utrecht? Ja, nee. Onze eerste instantie was gewoon om, wij wisten, wij willen hier thuis een toon zetten. En voor de supporters gewoon hoog druk. We begonnen niet zo heel goed, vond ik, de eerste 2, 3, 5 minuten. Vond ik dat wij niet goed starten, gelijk een ingooi, daar een kans. Maar daarna pakten we het heel goed op, voetballend, hoog druk, weinig kansen weggeven zoals ik zeg. En, ja, nee, maar je weet ook dat ze tweede helft gaan komen en dat wisten we in de rust. Maar het is zonde dat we het weggeven, dat is waar ik eraan overhoud. Mooi doelpuntje van jou, dat komt niet heel vaak voor. Nee, klopt, ja, was een tijdje geleden ook. Ik ben er heel blij mee. We trainen er veel op, compliment aan de staf, Sander Duits, Bartines en Volkert, die daar dagelijks mee bezig zijn. Dat was de bedoeling hoor. We hebben er echt op getraind dat Michiel hem doorkomt in die eerste zone. En dat daar dan we met z'n drie jongens inlopen. En ik raak hem goed, denk ik. Ik heb het nog niet teruggezien, maar ja, blij mee. Heel blij mee. Maar liever 3 punten dan een goaltje natuurlijk. Hoe lekker is het als je traint op spelhervatting en dan ook eruit komt in wedstrijden? Ja, ik denk dat we met Sean ook een kans hebben nog hè, op het einde op een vrije trap van mij. Ja, nee, dat moet ons wapen worden ook. Hè. Je kan daar wedstrijden mee winnen, wedstrijden mee kantelen. En daar moeten we, ja, wat ik zeg, die mensen van de staf zijn er dadelijk mee bezig. En ik denk dat we nu een lijn doortrekken in de spelersgroep van oké, we kunnen er ook echt op scoren. En we gaan nu ook naar een stilstaande fase van oké, dit kan echt een kans worden. En dat stralen we ook uit nu, denk ik. Al met al denk ik dat je wel tevreden kan zijn met het punt vandaag. Jawel, maar ik blijf toch gemengd. Ja, misschien morgen is het anders voor mij, maar ik blijf toch gemengde gevoelens hebben. Omdat ik graag de 3 punten had thuis gehad. Als je 2-0 met de rust leidt, moet je dat uitstralen en moet je dat willen dat je 3 punten thuis hebt. Maar alsnog, morgen ga ik misschien wakker worden en dat iets lekkerder gevoel is van oké, je hebt toch een punt, we hebben niet verloren. En op naar Emmen.